Dag ouders, dag jongens en meisjes. Welkom bij de online uitleg over pro-entree bij ons op het Fioretti College. Mijn naam is Maria Stevens, ik ben coördinator praktijkonderwijs en mentor in leerjaar 5-6. Hier ziet u het schema wat u al vaker gezien heeft waarschijnlijk over hoe ons praktijkonderwijs is opgebouwd. U ziet dat vanaf leerjaar 4 verschillende mogelijkheden zijn. En in leerjaar 5 kun je richting entree of richting werk. In deze uitleg gaan we het vooral over de voorbereiding hebben op entree. In leerjaar 5 hebben jullie de entreevoorbereiding gedaan. We hopen dat het goed gegaan is. Dan mag je in leerjaar 6 met entree starten. De pro-entreeopleiding doen we samen met andere praktijkscholen en de Leigraaf. De andere praktijkscholen zijn het Elde uit Schijndel en Hooghuis College uit Os. In leerjaar 6 blijf je mentor van het Fioretti College houden, die zorgt voor de aanmelding. Je kiest een praktijkrichting, dat heet bij entree een profiel. Als je de entreevoorbereiding goed hebt afgesloten, kun je ook kiezen voor een andere ROC. Dan verlaat je onze school. Wat is nou pro-entree? Dat is een officiële mbo-opleiding op niveau 1. Je krijgt dus, als je pro-entree succesvol afsluit, een officieel mbo-diploma. De opleiding duurt een jaar. Pro-entree betekent dat we samenwerken. Lessen en examens worden door de Leigraaf afgenomen. Je krijgt les van docenten van de Leigraaf. De begeleiding en stagebegeleiding blijven door de mentor van het Fioretti gebeuren. Je blijft ingeschreven op het Fioretti College, maar je krijgt alle lessen op de Leigraaf. We hebben één groot voordeel. Stel dat pro-entree niet lukt, dan blijft de mentor van het Fioretti je begeleiden richting een baan bijvoorbeeld. Nog meer info over pro-entree. De lesdag is in het gebouw van ROC de Leigraaf. Er is mogelijkheid om extra begeleidingslessen op het Fioretti College te volgen. De klassen zijn meestal wat groter als bij ons, tussen de 15 en 18 leerlingen per klas. Wij op het Fioretti zorgen dat je de goede boeken krijgt. Maar we verwachten dat je zelf zorgt voor een laptop en die laptop die moet aan bepaalde eisen voldoen. Dit zijn alle eisen die de Leigraaf stelt aan de laptop. Mocht je dit nou precies willen weten, stuur me dan een mail en dan zet ik ze nog een keer voor je op papier. Hoe ziet nou een week eruit als je de pro-entreeopleiding doet? Je krijgt één dag les op de Leigraaf. Dat is een lange lesdag, van 9 tot half 5. Er is één dagdeel in de week mogelijkheid om begeleidingslessen op het Fioretti College te volgen. Je meldt jezelf aan en je stelt ook je vragen bij je mentor. En dan kijken wij hoe we je kunnen helpen. Je kunt er nog voor kiezen om een maker werk van cursus te volgen. Dat is dan ook één dagdeel. Verder zijn er 2 dagen stage of 3 dagen stage als je geen maker werk van cursus hebt. Welke vakken krijg je nou tijdens die lesdag? Die lesdag is verdeeld in 4 blokken van zo'n 1,5 uur.
En de vier belangrijkste vakken zijn Nederlands, rekenen, burgerschap en vakleer. Er zijn verschillende richtingen tijdens de entreeopleiding. Dat noemen we profielen. Je ziet hier welke richtingen je kunt volgen. Mocht er nou jouw profiel niet bij zijn, dan bekijken we hoe we dit kunnen oplossen en of je op je stage toch aan een profiel kunt voldoen. De stage is een belangrijk onderdeel tijdens de entreeopleiding. Je moet een stage kiezen die past bij het profiel wat je gekozen hebt. De stage moet je volgen bij een erkend leerbedrijf. Heb je nu een stagebedrijf gevonden en heeft die nog geen erkenning, dan kan je mentor samen met je stagebedrijf zorgen voor zo'n erkenning. De stage is niet helemaal vrijblijvend, is een belangrijk onderdeel en het is dus ook een exameneis dat je 650 uur in een jaar stage loopt. Je krijgt een tussenbeoordeling en een eindbeoordeling en je gaat nog een praktijkexamen op je stage doen, dat wordt goed voorbereid. Zo'n praktijkexamen heet de proeven van bekwaamheid. We hebben hier een globale jaarindeling van je entreejaar. Het jaar is verdeeld in vier periodes van 10 weken. Elke periode die sluit af met een bufferweek, dat is een soort tussenweek. Dan zijn er activiteiten of mogelijkheden om toetsen of lessen die niet doorgegaan zijn in te halen. Je hebt niet aan het einde van het jaar alle examens. Maar er is voor gekozen om in elke periode een examen af te nemen over de lesstof die je hebt gehad. Omdat je op de Leigraaf de lessen volgt, volgen we daar ook de schoolvakanties van. Dat is even opletten, want die kunnen anders zijn dan op het Fioretti of andere voortgezet onderwijsscholen. In oktober is een belangrijk moment, dan krijg je een voorlopig studieadvies. Samen met je mentor gaan de docenten van de Leigraaf bekijken of het entreejaar succesvol voor je is. In januari hebben we nog zo'n gesprek, maar dan is het studieadvies bindend. Je krijgt dan te horen of er twijfels zijn of je entreediploma zult halen, of dat het goed gaat en je door mag naar niveau 2. Wat moet je nou doen om het entreediploma te halen? Hier lees je een aantal belangrijke zaken. Natuurlijk hou je je aan de afspraken zoals die op de Leigraaf gelden. Maar ook aan de afspraken die je mentor met stage maakt. Je zorgt dat je je spullen op orde hebt. Dat heb je bij de voorbereiding al geoefend, maar het is echt belangrijk dat je schrijfmateriaal, je laptop, je boeken bij hebt. Je neemt deel aan alle examens en lessen. Je bent niet ongeoorloofd afwezig. Je hebt voldoende stageuren gehaald, dus die 650 uur. Je zorgt dat je alle verplichte opdrachten op tijd af hebt. Je stagebeoordelingen, die zijn voldoende. En het keuzedeel over je profiel, de opdrachten daarover heb je ook met een voldoende afgesloten. Je praktijkexamen, de proeven van bekwaamheid, die moeten ook voldoende zijn. Een hele klus, maar we doen het stap voor stap en je wordt geholpen door de docenten en je mentor. Je diploma op zak van entree, wat zijn dan de mogelijkheden? Je bent tevreden met je profiel en je wil daarin verder, dan ga je een niveau 2 opleiding in datzelfde profiel doen. Het is ook mogelijk om in een hele andere richting verder te gaan. Dat kan. Je profiel van de entreeopleiding is niet bindend voor de niveau 2 opleidingen.
Dus als je niveau 1 detail hebt gedaan, mag je best verder niveau 2 zorg. Als de docenten op de leigraaf heel tevreden zijn over je resultaten, dan wordt er het aanbod gedaan om versneld door te gaan op de leigraaf. Dan kan je niveau 2 in 1 jaar doen. Het kan natuurlijk ook zijn dat je denkt, het is mooi dat ik mijn entreediploma heb, maar nu wil ik toch echt gaan werken. Dan ga je verder met een baan. Of je hebt een baan, maar je wil wel verder leren, dan ga je een BBL doen op niveau 2. Dan ga je 1 dag naar school en 4 dagen aan het werk. Hier zie je een schema van wat onze leerlingen na het praktijkonderwijs zijn gaan doen. Er is 1 leerling die is beschermd gaan werken. Er zijn 13 leerlingen die vanuit het praktijkonderwijs een baan gevonden hebben. Vorig jaar hebben 5 leerlingen die een bij ons entreeopleiding gedaan hebben, zijn doorgestroomd naar een BBL niveau 2. 6 andere leerlingen hebben ook eerst bij ons een entreeopleiding gedaan en zijn toen doorgestroomd naar BOL 2. 12 leerlingen zijn na de entreevoorbereiding naar een ander ROC gegaan en zijn daar begonnen met de entreeopleiding BOL niveau 2. 3 leerlingen hebben hetzelfde gedaan, die zijn na de entreevoorbereiding een BBL niveau 1 gaan doen. En 3 andere leerlingen hebben een speciaal traject gevonden. Heeft u nu nog vragen of heb jij nog vragen? Mail me dan gerust. Hier ziet u mijn mailadres. Hartelijk dank voor uw aandacht en we hopen elkaar snel weer echt te zien.